Advocaten en juristen hebben zich te houden aan gedragsregels. Advocaten hebben daarvoor zelfs een belofte of een eed afgelegd. En een van die gedragsregels is dat zij zich voor hun werkzaamheden alleen in geld mogen laten uitbetalen. En niet in goederen of in diensten. Germ Kemper was jarenlang deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. En legt uit waarom advocaten alleen in geld mogen worden uitbetaald. Dat is omdat het eigenlijk heel moeilijk te schatten valt, achteraf niet en vooraf niet, wat nou precies de waarde is van iets anders dan geld. Dus je kan eigenlijk alleen dienstverlening meten in geld. Dan is het controleerbaar en dan heb je het risico het kleinst gehouden dat de klant, dus dat over het algemeen onder druk iets gedaan heeft, bereid is iets te gaan betalen waarvan je achteraf zegt, ja, dat is toch eigenlijk heel onredelijk. Alleen al grote sommen cashgeld aannemen kan advocaten in de problemen brengen. En dat was een van de redenen waarom Bram Moskowitz in 2013 uit zijn ambt werd gezet. Maar sommige advocaten gaan nog een stap verder door zich te laten uitbetalen in natura. Hoewel voor juristen iets andere wetten gelden dan voor advocaten, is het ook voor juristen uit den boze zich te laten uitbetalen met goederen of in diensten. Maar ik kom een hele opvallende advertentie tegen van een jurist. Ene Huub, een eigenaar van een juridisch adviesbureau. Hij wil zich laten uitbetalen in seks. Een vrouwelijke collega neemt contact met hem op en maakt een afspraak. Ze hebben afgesproken in een hotel in Breda om te praten over haar juridische probleem. Hoi, goed om je te zien. Ja. De man is echt komen opdagen. In de advertentie geeft hij aan jurist te zijn die thuis is op verschillende rechtsgebieden, maar gespecialiseerd is in huurrecht. En in dezelfde advertentie geeft hij aan dat betaling in natura bij vrouwelijke rechtshulpzoekers een mogelijkheid is. Omdat deze jurist gespecialiseerd is in huurrecht, hebben wij verzonnen dat mijn collega een probleem heeft met haar woningcorporatie. Ze geeft aan dat zij een kleine beurs heeft en daarom reageerde op zijn advertentie. Zijn je al lang met die advertentie op die site? Ja, een aantal jaren al. Het is niet de eerste keer dat de jurist zich met dit soort praktijken inlaat. Ja, hoe vaak heb je het gedaan? Want voor mij is dit helemaal nieuw. Drie keer gedaan. Ja. Okay. En ik adverteer vanaf 2012. Er waren twee fiscale zaken met toeslagen. Doe je het dan veilig of maakt je dat niet uit? Ik ken mezelf. Dus veilig hoeft voor mij niet. Maar hij benadrukt dat niet iedere klant in aanmerking komt voor betalen in natura. Dat was een hele brede Surinaamse mevrouw. Die zat er ronduit onverzorgd uit. Oké. Ja, sorry hoor. Maar ja. Die hoeft bij mij niet aan te komen van mag ik in natura. Nee. Dan is het tijd voor de jurist om over te gaan tot het bespreken van de betaling. Als je een natura betaalt, dat heb ik toegezegd, dan betaal je je reiskosten. Ja. En voor de rest geen honorarium. En hoe doen we dat dan precies? Ja, goed. We moeten hier een kamer huren en wat ik verwacht is gewoon van dat we anderhalf uur, twee uurtjes hooguit met elkaar vrij. En wat sta je er precies onder? Ik woon een vrije partij. Ja. En ja goed, daar hoor ik tussenbij en een beetje seks. Gewoon all the way bedoel je? Ja. Voor deze afspraak hebben we dan straks misschien een half uurtje, drie kwartier erover gehad. Wat zou je dan het liefst daarvoor terug willen? Dan heb je zeg maar een saldo van ik heb een uur gereisd, een uur terug, we zijn nog van een uur bezig. Ja. Dan zeg ik een drie uur. Ja. Ja goed, dat zou dan normaal gesproken €300 moeten zijn. Ja. Nou goed, als wij een vrije, dan is het gewoon klaar. Ja, precies. Dan is het alleen moet jij de kameruur doen. Er wordt nog even kort gesproken over de verzonnen juridische zaak. En mijn collega betaalt de jurist vandaag in geld. Ik hoor van jou. Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel. Dag. In het contact erna stuurt de jurist aan om bij een volgende afspraak een kamer te boeken. Zo zegt hij, na het gesprek kunnen we samen naar de kamer. Om te beginnen samen douchen. Een brutaal voorstel, omdat mijn collega nooit heeft toegezegd om te betalen in natura. Mijn collega heeft een vervolgafspraak gemaakt. En ditmaal ben ik erbij voor een confrontatie. Je moet weer meegebracht. Ja, hoi. Hey. Alberto. Hey Alberto, hij is er. Hij is er? Oké. Ik ga nu naar binnen. Oké, ga ik nu oprijden. Dankjewel. Oké. Hoi.
Ze gaan in gesprek, maar mijn collega wil eerst weten wat hij precies van haar verwacht in ruil voor deze afspraak. Nou, dat we allebei geen kleren aan hebben. Gewoon gezellig met elkaar vrijen. Dus vrij vertrouwd dat ik overal aan mag komen. Hij heeft nog wel enkele voorwaarden. Dus als jij je als een zonder gaat gebruiken, dan heb jij er in ieder geval geen plezier aan. Dat is één, duidelijk. Maar ik dan ook niet. Nee, nee. Dus eigenlijk op basis van deze afspraak en daarvoor een ruil wil je dan één keer seks. Begrijp ik dat goed? Ja, in principe ligt het ook even aan de tijd. Hè? De jurist is erg van de klok. Mocht een gesprek uitlopen, dan staat er ook wat tegenover. 3,5 uur is één keer. Ja, is één keer seks. Oké. Okay. Mijn voorkeur gaat uit naar onveilig. Ik heb geen wissel contactjes of St. Lizard. En ik ga er vanuit dat jij die ook niet hebt. Nee. Ongelooflijk. Ook nog een voorkeur voor onveilige seks. Dat noemt zich dan juridisch adviseur. Wat wij doen enzovoorts, dat blijft tussen ons. Omdat wij de jurist naar buiten willen krijgen voor de confrontatie, hebben wij verzonnen dat de onderhuurster van mijn collega, die ook betrokken is bij het juridisch conflict, opgehaald moet worden om deel te nemen aan dit gesprek. De seksjurist rijdt graag even mee. Alberto. Hey, komen we er nu aan? Ja, ik zie ze. Oké, hi. Dankjewel, hi. Ja. Hallo. Dag. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Alberto Stegeman. Ja. En u bent juridisch adviseur. Ja. Dat betalen in natura. Ja, wat is het probleem ermee als je dat samen afspreekt? Vind jij dat dat hoort? De beslissing is niet ermee. Ik bied dat aan. En dat is aan de vrouw. Deze vrouw komen bij u omdat zij tot zo in de problemen zitten en vaak geen geld hebben en daarom hier dan blijkbaar op ingaan. Nou, als ik naar mijn klanten kijk, klantenbestand, hoeveel mensen ik help, dan... Op deze manier ook? Op deze manier, dat zijn zeldzame uitzonderingen, dat heb ik mevrouw ook zojuist verteld. Ja, u heeft het een aantal keren gedaan, hè? Hoe vaak? Nou, dat wisselt een beetje wat u zegt. Nou, dat maar hoe vaak heeft u het gedaan? 2 keer. U vindt dat normaal? Dat u met een cliënt zit, mm-hmm. bij een rechter, het kantongerecht bijvoorbeeld, en dat u dan vervolgens haar begeleidt en dat u geen factuur stuurt, maar zegt betaal me maar met uw lichaam. Dat vind je normaal? Nee, dat vraag ik niet. Wat vraagt u dan? Ik bied mijn werkzaamheden aan en bespreekbaar is, kijk de tekst op na, bespreekbaar is dat er in natura betaald kan worden. Ja. En natura, dat wordt dan meteen ingevuld door jou als seks. Maar het hoeft helemaal geen seks te zijn. Gewoon gezellig met elkaar vrijen. Ja, in ieder geval ook in het team. Ja. Geslachtsgemeenschappen. Ja. Okay. Die vrouwen die zijn kwetsbaar, die bij u komen. Die hebben hulp nodig van een advocaat die weet wat hij doet. En die weet ook waar de grenzen liggen. Zij hebben geen geld vaak, die cliënten die bij u komen. Die hebben belang bij juridisch advies. En min of meer, door uw aanbieding, om het zo maar te zeggen, zorgt u ervoor dat deze vrouwen met u in bed belanden. Nee. Dus of betalen met geld, of met je lichaam. Dat is wat u zegt. Nee, ik zeg van, u betaalt mij voor de diensten die u verleent. En dat kan ook in natura als er geen geld is. Dat is bespreekbaar. Ja, maar als die vrouwen geholpen willen worden, als die tot zo in de problemen zitten, juridisch, dan hebben zij die hulp nodig. Dus dan zeggen ze sneller ja, terwijl ze dat helemaal niet willen. Wat vindt u, denkt u dat deze mevrouw, we hebben een knappe collega, begin 30 hebben we ingezet. Ja. Denkt u dat zo'n cliënt normaal gesproken met u in bed wil belanden? Wat denkt u nou zelf? Dat is toch helemaal geen gezonde relatie? Ik help de mensen op de terreinen waar ik deskundig op ben. En in principe krijgen ze daar gewoon een rekening voor. Nou ja, een rekening ja. Een rekening met onveilige seks. En het is bespreekbaar.
onveilige seks. Hè? U vindt dat heel normaal, hè? Als juridisch adviseur. Dat heb ik helemaal niet gezegd. U legt mij woorden in de mond. Mijn voorkeur gaat uit naar onveilig. Ik heb geen lust in contact, zo simpel is het. En ik ga ervan uit dat je ook niet hebt. Maar wij leggen dit vast. Ja. Omdat wij in Nederland namelijk willen waarschuwen voor types als u. Oké. U bent het niet met me eens, hè? Wij verschillen op onderdelen van mening met elkaar. Weet je hoe ik denk dat het komt? Vertel. Eén woord met vier letters. Helemaal. Het begint met een G. En het eindigt op L. U bent een viesbeuk, meneer. En wij gaan dit uitzenden omdat ik het echt belangrijk vind om te waarschuwen voor professionals die zich op deze manier in de markt storten. Letterlijk en figuurlijk. Kijk, als ik... Het staat u vrij om uit te zenden. Helemaal geen probleem. Nog geen uur na deze confrontatie krijgen wij een schuldbewust bericht van de jurist. En hij geeft aan dat hij per direct stopt met zijn werkzaamheden. Vlak na de afspraak heeft deze jurist zijn adviesbureau uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. En voor zover we hebben kunnen nagaan, is hij daadwerkelijk gestopt met zijn activiteiten. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.